Tijd teruggedaan van onlangs nog een keer in Dijssel te zijn. En mijn dat is in, het was eigenlijk lang geleden door die COVID en die quarantaine. Pijs, ik ga nog een keer een videootje maken in het Vlaams. Ziet dat ik het anders vergeten. Dan natuurlijk, ja, moet ik niet gaan beginnen met stoofvlees of met Duitse potten, al die dingen dat je in de kolomol goed weet wat ik moet doen. Dus Pijs, man, ik kan het wat speciaals doen. Kan ik een receptje gereed doen? In het Engels zijn ze dat tegen waffles with buttermilk chicken. Dus we gaan waffles bakken. En we gaan toen gefrituurde kip die gemarineerd is in karnemelk. Dat bijserveren met een beetje spek erbovenop. En toen esdoornsiroop, wat dan in het Engels maple syrup noemen. Het klinkt misschien een beetje bizar, maar in Amerika, toe in het zuiden, staat dat in praktisch iedere restaurantmenu. De bedoelingen van die karnemelk is die zeurigheid van de karnemelk en die enzym die erin zit, maakt nu kipvlees mals. Dus let's do this. Ik heb hier van die ontbeende kippenbellen. Ik gebruik alleen een klies van ons, zit al veel meer smaak in. Je kunt natuurlijk kippenborstfilie gebruiken ook. Wil je heel de kippenbellen gebruiken met been erin, ook oké. Kippenbootjes, dat is al oké. Al dat we gaan doen, is dat kippenvlees in die karnemelk hier leggen. En we gaan dat een keer goed inroeren. Dat heel dat kippenvlees onder zit in die karnemelk. En we gaan dat toch winnen, een nurk in de frigo steken voor te marineren. Een nurk is wel het minimum, dat is beter een uur of twee, drie. En zelfs als je wilt, overnacht tot morgen uit. Voilà. Oké, okay, maar eerst dus wafels maken. Voor mijn wafels heb ik 180 gram zelfrijzende bloemen. 125 gram gesmolten boter. 200 milliliter melk. 200 milliliter spuitwater. 2 soeplepels maïzena en 50 gram suiker. Wat ik ook gedaan heb met de melk, ik heb dan een klein scheutje vanille extract in gedaan, want ik heb hier geen vanille suiker. Of anders doe je er gewoon een zakje of twee vanille suiker in. Wat ik hier maak met vanille extract. Oké. Okay. We gaan eerst doen, maar eerst die maïzena in die zelfrijzende bloemen doen. We gaan dat erin roeren. En we gaan dat dan door de zeef te doen in een andere pot. Voilà. Oké. Okay. Twee eiers in mijn wok nodig. Dan is die twee eiers erin doen. Met een suiker, 50 gram suiker. En een klein snufje zout. We gaan dat een beetje losklappen. Een klein beetje melk erbij doen. Oké, okay. Een keer dat dat redelijk goed gemengeld is en dat je pees dat er geen brok meer in zit. Ik ga er nu eerst de gesmolten boter in doen. Goed roeren. De resten van mijn melk. En toen heb ik dat stuk sputwater, mijn paal sputwater, omdat je toen een beetje meer luchtige wafel zit. Voilà, we gaan dat sputwater eronder roeren. En van met dat gemengeld heb, stop met roeren, dan moet je al die belletjes kwetsen. Voilà. Oké, okay, en het beste van uw zwafeldeeg, eerst nurk het laten rusten voordat we hem gaan bakken. Oké, okay, we gaan eerst uw zwafeltjes bakken.
wanneer uw schep opwerpt. Uw schep is gemarineerd voor ja, toch wel 2 uur in de frigo zien. Maar voordat je een kip bakt, hoor je toch wel een overwerken voordat je het bakt uit de frigo. Dat niet te koud is, want anders gaat het langer moeten inleggen voor de bakken te zien. Zelfs een urken, dus laat het gewoon uitstaan in de keuken. Met hier een pot met gewone bloemen. En nu gaan we dat kruiden in doen. Eerst en vooral zout en peper. En toen, wat we er normaal in doen, is gerookte paprika. En ik heb hier de pikante gerookte paprika. Ja, en dat is een beetje naar lang eigen smaak. Je doet er zoveel in of dat je wilt, of zo weinig of dat je wilt. En wat we er normaal ook kunnen doen, is cayennepeper. Maar ik gebruik hier nog harissa poeier. Er zit ook cayennepeper in. En ja, ik zeg het nog een keer, je maakt het zelf zo straf of dat je wilt. Ik ga hier toch nog een kaffeeliep in doen. Oké, maar dan hier gewoon een keer goed mengen. Ik ga dat hier in dat bordje doen, toch maar er gewoon voor te zien. En nu kun je moest kip bakken. Ik heb hier een frietpot op 170 graden. Het is wel rundsvet dat ik gebruik. Een gedeelte nul de rundsvet, nul de plantaardenolie. Want ik vind dat de beste smaak is. En toch moest ik een kip uit de karamel komen. Karnemelk of kerpap. En gewoon hoe in die bloemen draaien. En je moet niet benauwd zijn dat er te veel bloemen gedaan hebben. Je gaat er een schone korst in. Zoals juist dat er overal zijn bloemen aan. Als je geen tang hebt, doe dat met een vork. Ja, of doe het met een hand, maar toen hangen de vingers ook voor. En we gaan toen dat kip bakken. Toch een minuutje of 6, 7. Tot dat schone bruin van buiten. En tot dat doorbakken van binnen. Niet te veel met een keer doen. Ik ga hier 2 stekken met een keer doen. Of misschien 3 stekken. Dat je vet niet te veel afkoelt. Oké, ik ga er maar 2 in leggen. En we gaan de andere 2 doen. Ondertussen kun je het om de rest te warmen in de oven. Voilà, het is niet meer vreed. Een beetje nog goed, wat nog meer. Leg dat een beetje papier. We gaan nu de andere 2 doen. Het lijkt een beetje brok in, maar dat bestaat niet. Dat zijn de beste bitjes die er zijn. Oké, dan weer goed in die bloemen draaien. Niet benauwd zijn dat er een beetje te veel bloemen hangt. Hij heeft een schone krokante korst. Oké, dat is nog een tweede. Voilà, met de zwafeltjes. En een stuk kip in plein. En hier nog misschien dat klein stukje. Voilà, we gaan dan een beetje esdoornsiroop, of in het ene zijn ze maplesiroop over hier. En het klinkt bizar, maar het smaakt enorm goed. En wat ik er ook nog heb doe, een beetje van ons zelfgemaakte Andalouse. Ik ga inderdaad ook nog een keer doen. En last but not least, een beetje krokant gebakken spek. Voilà, wafels met karnemelkip, gebakken spek, esdoornsiroop en andaloes. Smakelijk!